Deze tas neem ik altijd mee naar mijn werk. En dit is wat ik eigenlijk het algemeen erin heb zitten. Als eerste, heel belangrijk, mijn broodtrommel. Voor in de pauze of als ik lunch. Ik heb eigenlijk op het werk altijd wat te snacken. Maar ja goed, dat heb ik in mijn kluisje. Dan, heel belangrijk voor in de pauze. Ik heb of mijn e-reader bij me, of ik heb een papieren boek bij me. Dat wisselt nogal eens. Ja, het ligt eraan gewoon waar ik aan het lezen, waarin ik aan het lezen ben. Wat. Maar het is, ja, het is wisselend. De ene keer papieren boek, de andere keer e-reader, maar voornamelijk papieren boek. Dan mijn mobiel en mijn portemonnee. En als laatste mijn oplader. Dit is ook een klein tasje, dus kan verder ook niet zo extreem veel in. En dat zit er allemaal in mijn werktas.